Chinese taille soep à la pompigla, rijk gevuld. Saltvlees heb ik vooraf uitgekookt. De varkensribbetjes, varkenskrabbetjes, ossenstaart, kalfstaart en stoba, dat zijn blokjes rund, die laat ik dan voor 30 minuten koken. Vervolgens doe ik dan het saltvlees erin. Die heb ik dus geknipt erin gedaan. Kippenvleugels en kippenpootjes, tezamen met uien, knoflook, selderij, tomaat, laat ik samen opkoken tot één geheel om een krachtige, stevige, lekkere, heerlijke bouillon te trekken. Kijk eens aan. We gaan door, want alles moet erin om op te koken, toch? Om op tot een bouillon te worden. Dus laurierblad gaat er ook in. Pimentkorrels gaat erbij. En dit keer, in plaats van kippenpoeder, heb ik een nieuwe korrelachtige poeder ontdekt. Kijk eens aan, hatnam. Heb ik gehaald bij een Vietnamese toko, of een Chinese toko zal het ook wel hebben. Hij heeft alle kruiden die in een bouillon hoort, of in een sausje. Ja, toen de verkoper het vertelde, dacht ik, ja, jij weer, je wilt zeker verkopen. Maar ik kan je vertellen, in combinatie met de Maggi Blok, vorm een goede soep. Lekker hoor, vol van smaak, krachtig, rijkelijk gevuld, heerlijk. Een heel festijn, kijk eens aan. Mooi toch, die kleur en de smaak of de geur die er vanaf komt. Oh, ja ja. Salamblad erbij. Doe ik altijd in mijn soepjes hoor. Je hoort toch in sausjes thuis. Waarom niet in mijn soep? Niet alleen in salto, maar in deze is die ook heerlijk. Peper, natuurlijk. De selderij kwam rechtstreeks uit de tuin van Pompigla. Moet ik erbij vermelden toch? Chinese taille. Misschien zie je hier en daar ook nog wat cassave. Ja, stiekempjes hou ik er ook van hoor, om cassave erin te doen. Niet veel, want het is een Chinese taille soep, het moet overheersen toch? Ja, lekker. Dit geheel laat ik eigenlijk samen koken. Ja, goed laten intrekken. Kokosmelk erbij. Van dit merk Arroy D gebruik ik. Oh, the best. Ja, een beetje water in mijn blik. En die komt er ook bij. Kijk eens. Ja, erin. Lekker hoor. Dit moet allemaal samen opkoken. Dus, patoep. Deksel op de pan hoor. Dan gaat hij sneller opkoken. En alleen de kip. En de Chinese taille moeten allemaal nog gaar worden. Want voor de rest zijn alle vleeswaren al gaar. 5 minuten voordat de soep af is. Ja, maar het geheel liet ik 20 minuten opkoken. 5 minuten voordat hij af is, doe ik nu mijn zelfgekweekte poederblad, taillerblad uit Suriname. In mijn tuin hier in Nederland. Kijk. Ik hoef van mijn McBiggie hè, mijn McBiggie. Ja, ik moet toch vertellen zoals het is. Ah, laat me hoor. Kijk, oh, die slinkt zo snel. Hij is zo zacht. Kijk eens aan. Een sweet Chinese taille soep à la pompigla met een beetje rijst. Wat wil je nog meer? Vergeet niet te abonneren of mij te volgen. Voor meer recepten, voor de tips en tops. Dank u wel allemaal voor dit keer. Smakelijk eten met Pompigla.